Hallo, wij zijn het collectief Das Lebam Haverkamp. We bestaan uit 4 leden. Anouk van Klaveren, Gino Antonissen, Davy Becker en ikzelf, Christa van der Meer. Wij reflecteren met z'n vieren op mode en we bevinden ons op het snijvlak van mode en kunst. En ik film nu vanuit ons atelier in Den Haag om jullie te laten zien wat we aan het maken zijn voor de tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum. We zijn gevraagd om te reflecteren op het thema klederdracht, waar we heel blij mee zijn. En de iconische klederdracht is zo vaak gereproduceerd dat het een geromantiseerd beeld is geworden. En daar willen we graag de huidige realiteit tegenover zetten. Daarom zijn we teruggegaan naar de oorspronkelijke locatie van 3 verschillende gebouwen uit het prachtige buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. En we waren super benieuwd wie daar nu wonen en wat zij bijvoorbeeld nu dragen voor kleding en hoe ze denken over de klederdracht uit hun streek. En we hebben hun opgezocht of met hun gevideobeld. En zo ontmoeten we bijvoorbeeld Egbert en Gea in Den Oever. Ik kan jullie wel even laten zien. Dit zijn Egbert en Gea. En samen met de oorspronkelijke dracht uit die streek, hier zie je rouwdracht, hebben we een sculptuur gemaakt. En uiteindelijk gaan we van alle 3 de locaties die we hebben onderzocht, gaan we sculpturen maken. Uiteindelijk 4 sculpturen. Hier zie je een Anouk aan het werk aan een kap die we aan het maken zijn voor Cliff en Agatha uit Volendam. En Davy is bezig met een sculptuur van meneer Simons uit Monnikendam. Dit is meneer Simons. En het was ontzettend leuk om al deze mensen te ontmoeten en ze wat beter te leren kennen. Zo is meneer Simons hier te zien in de tram. Onderweg naar zijn Volendamse zangkoor. Dus hij komt uit Monnikendam en hij is in Volendamse streekdracht. Nou, zo zijn we allemaal onwijs leuke dingen te weten gekomen. En we hopen jullie dit allemaal te laten zien binnenkort in het museum. Hopelijk zien we jullie daar ook. Doei!